Ja, hij zou natuurlijk 65 jaar geworden zijn vandaag. Morgen is het vier maanden geleden ja, dat hij uh, overleden is. Dat is. Snel zeg. Dat gaat heel snel en uh, ja, je merkt dan als je zo'n post doet en zo'n foto laat zien dat het tienduizenden mensen toch weer gaan reageren en uh, ja, dat het, dat iedereen er nog wel heel erg van onder de indruk is. En, Prachtige foto. Ja, ja en dat vind ik weer. Dit is uh, uh, voor een televisieprogramma wat hij deed, de, had, uh, de, de Raadkamer. Oh, ja. En daar hadden we vlak voor de opnames: uh, ja, wilde ik even een foto van hem maken met vrouwen justitie. Ja, ja, dat is nu natuurlijk uh, een hele treffende foto, zeg maar, van hem geworden. Ja. Ja. Heeft zijn familie er ook nog bij stilgestaan? Zeker. Zijn zoon Royce heeft vandaag op Twitter een hele mooie foto geplaatst van uh, Peter met hem als uh, klein jongetje ah. en met, met zijn zus. Echt een prachtige foto. En hij zit daarbij. Uh, we missen hem iedere dag, maar op een dag als vandaag missen we hem nog een beetje meer. Nou ja, het is uh, natuurlijk een prachtig statement. Ja. En zo denken we er allemaal over.